We are back in the commentary box. It's a big one. It's Invincibles versus Citrus now. I decided today one of these teams must win in order to cement their place or to be in the top 12 race, Sylvester. Yeah, super, very fantastic, and very belangrijk ook. Die Scara is op alle voeten. Die mensen verwachten hier op de vandaag. En ik dacht dat ik gewoon ons kan het krijgen. Maar net voor een stijl gaan zien, kom ik gewoon die namen van Lemoene voor. Die nummer 15 is Captain Pedro. Die nummer 14 Maken Reuters. Die nummer 13 Wilbert Zijster. Nummer 12 Kenneth Dirks. Nummer 11 is Enric Reuters. Nummer 10 is Dan Salaris. Daar is nummer 9 Leibig Kamel. Nummer 8 Winfred Fransman. Die nummer 7 Jonathan Brandman. Nummer 6 Alistair van Rooij. Nummer 10 Daniel Lendroe. Nummer 4 Daniel Alberts. Nummer 3 Luca Titis. Nummer 2 Franklin Titis. En nummer 1 en 6 in Molletje Reserve is Simon Barret. Hendrik Tambuur, Adrien Bessoor. Ik ben Adonis Camilo van Vieren. En die dame met Michael Swartz. En nummer 3 van de rest Alfred J. Valentin. Zie maar over ons die sneer bij Invincibles. Ja, Sylvester. Die tijdskare wat op die oomblik baie geraas maak. Het is een electric atmosphere hier in Jai Park. But the starting team of today, it has been led out by the captain Dylan Clute is the captain for today. Number 15 is Melvino Jacobs. Number 14 is Colin Engelbrecht, also the vice captain. The inside and the outside centers for today is Darryl Zeister and Patrick Kapsa. We had a fantastic game against Delicious. Number 11 is Emil Swartz. The second game in the first team. And number 10, the general, Diego Mucho. The scrum half today is Melvin Messen. Number 8 is Etienne Newman. Number 7, it's Herschel Kamper. And number 6, it's Dylan Keita. Number 5, that's one Marman who will be pivotal today in the lineouts. Number 4, it's Heini Prince. Number 3, it's Dimitri Isaacs. Number 2, it's Gart Dex, and number 1 it's JP Julius. The reserves of the day is Heinz Smit, but I don't think he's going to be in the reserve because he got an injury while playing for the second team. His other reserve is Dean van Rooij, Quinwell Maasdorp, and Cameron Flink, Llewellyn Fortein, Harry Seister, and Lionel Joseph. Sylvester, it's going to be a cracking game today. It's a must win for both teams today, and the team that loses today, I think, out of the race of the top 12. Yeah, super, and this schedule that we're going to be able to hanteer is meneer Jan Rijnsbeer, but we're seeing the number 10, the mug, what he has to have to score for Invincibles, he says, thank you with my, it's come on by in deep, to burn in his 22 meter gebied van Delicious and van Lemoene. En dan gaan we gooien door Invincibles, Gaps. Zwaar die bal krijgt, wordt vastgepind door de Lemoenense spelers. Bal wat weer achter te komen daar van Invincibles. En dan gaan we dan gooien. En dan speelt hij de kotse van die ballen. Met die gaat hij in banken wegen in nummer 13. Invincibles wat vroeg mooi mag in de hand van Siepel. Schijnslechter wat achter zijn plekje zeggen. Bal is vastgehouden door Invincibles. En dat is een strafskop voor Lemoene. High intensity in the first minute, Sylvester. It looked like Invincibles wanting to give the ball a bit of a quick throw in by Melvin Messen. Was that the right option? That's why you can see a good defensive structure by the Citrus Dal, the Lemoene team from Citrus Dal. But these
This is going to be a key factor and a key area today, Sylvester, the lineouts. Yeah, come on, skate, but Munilla, Munilla, but then yes, I'm going to run the strikers, but right? Let me know who any ball. Haka, what I'm going to do is the end spiel. There's an invincible Solomon says, but for him to stare at work. We are just going to run the four spielers. We are the ball must come back from Young Roman said. Young Roman said, but they finish getting the spiel. They go back with the fair, fair, halfway. Invincible, but scarce, basically, as many ball. At the end, one on the fair for the placid boy have to do. Young Roman said, Diego Mokov at the text copy, Harriet and Cray. Skates are after what himself, Lady Blas and Sanders, Wokov, and he can't find Invincibles, and has been any 3/4 meters a bit fun, Lamina. Wherever a referee today, Eloy Hubert, a no nonsense referee, so that the discipline of both teams is a key factor today because you don't want to get out to be on the wrong side of the referee today, Sylvester. Yeah, I would say that there's really a moon over the ball got and boy. Come on, skate of park of the deer can be sir. La moon over that four and boy. Sien die eerste gedeelte Sylvester, het lyk vir my die Citrus Dal manne kry 'n bietjie swaar in die lynstaande. Hulle verkies om die ander opsie te vat om 'n kort lynstaande voor te gooi sodat hulle die bal kan kry Sylvester. Ja, sien broers, moet kyk, daar's nou weer, ek dink as die Invincibles wat vir die eerste keer ook die bal gaan aangooi. Daar dink. Kom ons kyk of hy sy spring en pak kan bereik. Invincibles wat tap, dan saam met die wind speel, so hulle sal hierdie geleentheid wil gebruik. Spakke wat mooi opgaan, hulle besluit om 'n dryfmaal te beweging. Dit is nou die manne van Invincibles wat vorentoe gaan. Nog steeds vorentoe gegaan deur Invincibles. Bal wat stadig daar uitkom. Melvin Massen wat die bal uitkry, Diego Michel, die aangewe syster. Syster, wat so 3 man om 'n syster plat te kry. Mooi aanloop vir syster. As Beatty Dimitri, Willie Wally man. Goeie, die fans daar van Limboene. Al wat stadig uitkom. Ongelukkig onkans. Dis speel, onkans speel. Heer Limboene. Gaan baie interessant wees om te kyk wat die Invincibles met hierdie ene gaan doen. Gaan hulle die palen opzoek, gaan hulle die kantlijn opzoek. Ik denk zoals ze altijd zeggen, Sipo, win is die wedstrijd. En die bonus komt wat van hem. Maar het lijkt me, die eigen mogel gaan kijken om nog gebiedsvoordeel in te vallen. Om voor het jaar, schop hem mooi uit. En is een lijnstaan wat dan weer het voordeel van die Invincibles gaat wees. Die is slechte besluit, die Sylvester. Als jy sien jou momentum, het jy in die lijn staan, hoekom nie? Hoekom nie vir die 5 punte gaan nie? Ander aspect is ook dat ons moet ook weet dat baie kardinale belang vandag is ook om te kyk of die iedere span wie kan bonuspunte kry sy bil. Ja nee Sylvester, baie belangrike wedstrijd, Spake wat opgaan, ongelukkig verloor. As die ref sê, aanslaan, Denver, die nummer 5 van Citrusdal, Denver, Andrew. Wat ook 'n groot rol gaan het, want hy is een van die senior spelers van Limoene. Soos ons kon gesien het daar, contest in die lig, want hulle kan nie toelaat laat Parker alleen baljaar in die lijnstaande nie, want dan kan het 'n lang dag wees vir hulle, Sylvester. Ja, definitief, die lijnstaande gaan baie beperkend wees, of bepalend wees in die verband. Skims het ons gesien, die Invincibles het hulle gedruk, maar as Limoene wat die bal ingooi, sterk skim vanaf Invincibles, mooi vastgevang deur Kapel. Skeidsrechter sê maar daar is verkeerdelik oorgeval aan die kant van die kant vanaf Invincibles strafskop vir Limoene. Dit gaan natuurlik vir hulle verligting bring. Hulle is in hulle eie 22 meter gebied en in goeie stelling hulle gaan die bal ver veld afskop. Ja, Sylvester die referee wat sê not releasing the ball. Kamfer wat daar gepenalized was.
maar nog steeds in die helft van Citrusdal. Invincible sal wel punte aanteken in die eerste 5 minute. En as Citrusdal, wat ons weet, uit gebroken spel uit is, hulle baie gevaarlike span Silvester, veral hulle buite spelers opgegaan, goed gebemeester deur Citrusdal, bal gekry, een van hulle spelers, ongelukkig, nog on, gekry, Helwin Massent, die generaal wat die bal kry, Wiel Swart, reek binnenkant toe, as hy ondersteuning, die bal wat ons toe beskikbaar had vir die Invincibles, manne wat daar met die bal vinnig moet speel, die kaptein Dylan Kloete wat die bal voor en toe dra, goed getekkel, manne wat korfbal daar van Citrusdal, bal wat stadig uitkom, Helwin Massent wat die bal kry, daar Dirks wat daar aanloop gee, maar goed gewaardeerd deur Citrusdal, Helwin Massent weer, hy gee die bal met die Heiko, Heiko gee vir Darryl Syster, hy bamp so een man, die bal kom uit, Maldino, Zypie, geef, skoppie daar, was het die rechte besluit? Absoluut was het geen sensibel voor als mij, ik denk dat hij de man aan zijn rechte kan gaan, hij is in die bal geplaatst het, dan kon er andere dingen plaatsgevonden. Nou die Gaskara wat sê, die vlaggie is in die pad. Baie mooi afgekeerd door die Invincible speler, dus Kapel met die bal uit de gooi, dit is die nummer 13. Nummer 13 wat vastgevallen, dus die bal nog steeds beskikbaar, die Invincibles, ja. En dan is die kaptein Dylan wat sê, kom gooi dit voor mij, gooi dit voor die nog. Die mag gooi voor die nummer 6, is die nummer 1. Van die Invincibles, bal nog steeds beskikbaar. Namens hier een kaptein wat het gooi. Baie mooi geëerste helft. Baie goeie aanloop daar bij Darryl Syster. Wat lus is van die wedstrijd vandaag. Die nummer 12 van Invincibles, maar bal wat een beetje stadig uitkom van Melvin, geer aan van Dimitri. Goeie loopie daar van Dimitri. Ongelukkig. Die ref wat sê, je moet opklei as jy clean. Je kan nie soos een vliegtuig in die rak inkom nie. Ja, Sipo, sien ook in die beginstadium dat is vele strafskoppen tegen Invincibles. Hulle sal definitief moet gauw koppen met mekaar sit en met mekaar afvraag, is dit die rechte medicijne wat ons wel self gee, of moet ons misschien op die begin koelkop word, maar is dan de limoene wat die bal dan veel ja, Sylvester, ik wil net aansluit daar. Die geduld, hulle moet een klein beetje pijsen wees. Ons kan sien, hulle ras nou te veel Invincibles, net een klein beetje koelkop lei. Hulle speel nou in die hande van Citrusdal. Hou Citrusdal waar die bal kry. Goed gepaas dier. Een van hulle. Omgekant. Short pas. Sterf sy speel aan. Pas was recht. Verlichting was gebring. Is nou Colin Engelbrecht waar die bal gaan kry. Gaan hy tek. Hy het tek. Goeie aanloop, Etienne Molman wat die bal kry. Ongelukkig is het uit. Vinnig aangooi. Hier sê Citrusdal. Hulle loodse attack is die nummer 15. Een voerwaal pas daar. Goeie tackle weer. Ongelukkig sê die ref. Een knock-on van die Invincibles. Sylvester, die game wat tans op een hoog tempo gespeel word. Albei spanne. Wat een beetje die bal wil lig gee. Ja, en interessant is die bal vanaf die begin is en dan ook Lamoene wat definitief ook soos hy sê, wat moet dat die bal wil lig gee, maar ongelukkig wil hulle kom hulle net nie uit hulle eie gebied uit nie. Die Invincibles wat die nodige druk toepas. En ek moet weer sê, as een van die twee spanne se spelers albei kante een gaat kan kry, sal ons definitief sien dat spoed word nie gevra nie, maar spoed is daar. Ja, Sylvester. En ek denk een bietjie geduld, maar al op die attack sal key wees. Absoluut. As nou die Invincibles manne, wat lyk het vir my, hulle wil alles ras. En hulle speel nou in die kant, in die ginsing van Citrusdal, want zodra die bal een bietjie loskom, dis wat Citrusdal wil hê. Ja, absoluut. En as een structuur, as Invincibles bietjie meer structuur speel, want hulle hou niks daarvan nie,
Maar Citrus Dell, wat die prinsen op zoop currently. En hij heeft nog een aan die kant van Invincibles gespeeld. Maar Invincibles zal hier niet bezitten een puntenbal om skip. Van absoluut belang dat je zo gauw als mogelijk in je eerste helft, als die niet mogelijk is, zet die scores op. Als je kan 4-3 druk, nog te beter. En ik moet geloven en ik geloof dat Lemuna niet zal keer of die zal stilstaan en toelaat dat punten zomaar zo aangetekend worden. Is dan Lemuna wat daar die voorkeur krijgt met ballen te gooien, zal het nummer 9-0 en Damon. Hoor die ballen. Sterkscrum nog wordt opgedeeld door die nummer 8. Nummer 8 verspreiden dat die andere speler. Wat mooi gelezen door die verdediging van die Invincibles. Is die nummer 15, Basie. Wil die nou zeker wat het ver afskort gaan in het uitkrijg. Wat zijn die vraag dan? Ja, bij een mooie skop. Hey, een goede skop daarbij. Van Dino Jacobs, een goede tactische score, baie belangrijk om die wind te gebruik Silvester. En ons kon nou sien, Dino Jacobs wat precies dit doen. Die wind wat achter hulle is, so hulle sal moet die wind gebruik. Vinnige ingooi, goed bemeester deur Citrus Dell. Is nou die nummer 4, wat een sterk aanloop gee daarvan, Dirk Donovan. Goed gerecycle. Sien die ref. Vinnige tikkie van Citrus Dell. Nummer 3 waar die bal uitkry. Goeie tackle daar deur. Nummer 11. Wat moet een tackle word? Reuters en Miel wat daar. Vinnige aanloop daar. Is de refse advantage. Knock on. Super, ek sien dat hier nie verpunt lê. Iemand hier in die middel en lê. Een van die spelers van Lemuna. Ek het nog nie gesien of het een tackle was nie. Ons kloon en hoop maar nie, dis te ernstige besering nie. Maar is nog altijd die speler wat leef van Lemuna. Nie die sien wat daar op haakloop. Baie goeie haakloop hier door die linkervleel van Lemuna. Ek denk as het maak met Reuters, wat baie sterk haakloop het. En vir Invincibles, sy achterspelers gauw laat kort klap het. Hulle beweeg nader, hulle is nog op die 22 meter lijn van Invincibles. Daar die bal dan aangegooi gaat word. Deur. En ek sien Sipa hier leid, 3 spelers van Lemuna wat medische behandeling moet kry. Ja, medische behandeling. Ek denk nie hulle sal 3 spelers so vroeg wil verloor nie Silvester, maar baie goeie attacking play daar van Citrus Dell. En nou my 11 wat haar attack loods Emil Reuters. Ek hoop nie hulle treie van ander die kykers. Ons het die team seats voor die tyd gekry, so jammer as ons nou verkeerde name gee. As soos ek sê, Citrus Dell wat vir die eerste in die helfte is van Invincibles. Ek moet sê, as soos ek sê, dat sê by die wijde vleel gehaakloop het, as hy kans krijg, praat van die moedense vleel, dan sê ek daar iemand wil gedrieën druk. En dit is goeie rugby om het so te sien dat een vleel altijd sy mikpunt moet wees, die doeling. Baie belangrik. Sover al twee spanne wat nog mekaar voel. Invincibles wat baie die bal in die hand gehad het, maar die punte is nog 0. Voor Invincibles is 0 vir Citrus Dell. Ons kyk nou as een scrum vir Citrus Dell. Goeie scrum door Invincibles, maar albei spanne wat hou. Hy moet nou uithaal. Jep, is die ref sê nog steeds. Al van Citrus Dell. Die scrumskakel van Citrus Dell sal wil die bal, Damon, Nolan, sal wil die bal baie vinnig wil uitkry. Sipo, ek het ook gesien dat die lijnstaan is ook baie competerend. Dit is nie een geval, soos jy net al genoem het, dat die een springer dit moet hier sê. En die mens skryf het, waarin skryf jy dit toe? Lemuna wat die ballen gooi, nummer 8 wat het optel, gooi vir sy achterlijn. Voorspelers wat sterk voor het daak, die bord vastgevat. Op die 22 meter lijn, ballen steeds beskikbaar vir Lemuna.
روتستر فن لمونا وطورن دمضيخ خلاص نيز بس كتبار سترك عقل بيخ بوس بيلغ عقل بس فن لمونا لمونا بوس تيزن بيار خويري باو حانتون من خلاص دوس تيز بندي ترين كودا ميدخ بيتفاني بلز بلز سكاي جو دوار افتر جي فليجي بلاسن سي دا دي دالاس فاسكو ديري سبيل اوف لامونا دا سبيل ان وك فور لختن فور انفينسيبلز كوم اس كاي كوالي دي بال خاني هارت لي بين اوفل دت دي كان لي خان اوبسو على غير لي انت فاسيت راس دال مسكين سكيبس كوب تو كري دا ما خوت خسكي خوت دي بال خسكي ما اونغلكخ ما سد هولدينغ اون Die wind wat 'n bietjie sterk waai vandag Silvester. Ja, Sibo, en ek wonder of dit nie ook 'n oorsaak is vir die lens daarna dat die wind miskien 'n rol speel. Maar ek dink die nodige twee spanne sou definitief ook die windsomstandighede, die wind wat afwaai, Invincibles wat saam met die wind speel en tot op hierdie stadium nog geen punt aangeteken het, Sibo. Die telling currently is 0 vir Invincibles en 0 vir Lamuna. Pakker aan die goeie lyn staan daarby. Deur Pakker, Edwin Marman is nou die kaptein wat die bal kry. Dylan. Stadige bal. Bal wat stadig uitkom. Hy nie Prins wat die bal kry. Ongelukkig. As die bal weer terug aan die besit van Citrus Dal. Mensen, hij belangrijk dat Mon naar die bal krijgt. Nummer 6 was daar. En die verkeerend van die Invincibles hardloop. Short pass. Nummer 9, dat Mon wat weer hier in die bal krijgt. Invincibles is die fan wat moet hou. Ziet er als Dal wat. Hij een goed die bal zet te leken. Orgel op tegen, je broer. Goed dan. Het lijkt voor mij naar deliberate knock-on. Maar als het al twee handen, want de deliberate knock-on gebeurde wanneer je je één hand uitsteken, wanneer je niet een kans hebt om die bal te krijgen. Ons kijken of hier nu een deliberate knock-on is. Wat zei die scheidsrechter? Hij zoekt raad daar bij die linesman. Ja, Sibo, kom eens voor, wat zijn die scheidsrechter? Hij roept twee kapteins daar. Ik zie dus ook Heidi Prins, wat leraar. Die in het slot van Invincibles. Zoals ze zei, kom eens kijken of het misschien een deliberate is. En of het een deegslag was, dat die bal dat misschien aangeslaan was. Maar de keuze is bij die scheidsrechter. En dus daar recht op wat het krap. Wel Dino Jacobs wat die geel kaart krijgt. Hij komt mee. Wel Dino Jacobs een geel kaart krijgt. Wat zei hulle? Ziet er eens daar, lijkt op mij, hulle gaan tot Silvestre. Ja, Tsipa, kom eens kijken wat jullie hebben hier helemaal. Gooi dit ver weg, ver veld van de zelfvoorspelers. Kan hulle dit oorsloot? En wat ze ons wat zal bekeer? Nog steeds in beheer van die bal. Gaan hulle rechts of gaan hulle links? Voorspelers wat zeggen, kom eens Pidi. Hulle is voor die palen. Maar nog steeds beschikbaar voor hulle mine. Kan hulle hier druk? Gooi die bal ver achter toe. Dat zijn de scheidsrechter. Ja, dat is waar. En dat is een goede drie voor Lamuna. Hij een goede drie daar voor Lamuna. Ziet er eens daar. Die bal wat goed gesakkeleid was hier. Hier alle. En mensen hebben dat de man in die zin van het. Zoals ik gezegd zal wezen. Punt op die palen. Punt op die taalboot is bij je belangrijk. Voor alle in die positie als je in die wind speelt. En ik moet je ook zeggen, ik moet samen je stemmen dat Lamuna heeft een bijen strategisch of structural wise gedoen. Maak gebruik van alle voorspelers.
خلي من الفريق ده سبيلة ده لزفوه سبيلة سبيلة ده بيك إذا شيء واسك من ده الدريفة على إني كلام استيف بيت فرد لمنا إن الله يبايع دولد سلفيستر ريك إن إذا لو سيما بنت دولد أو فاتك سيما بنت فرد لمنا إن دول بنت فرد إنفنسبلز Hy vir my Patrick Kotse. Patrick Kotse wat weer eens 'n behandeling daar agter die paal kry. Ek moet sê sy het baie sy het moet sê dis 'n baie tense rugby en dis en dat die manne skroom nie om mekaar aan te vat in die sin van tackle, aanval verdedig. Kom ons kyk. Die het nog al wat aan die gereed maak om die bal af in te skop. Hy het ons kopie by die punt. Mooi gevang deur die Lemoene. Hoor ons hulle agterlyn. Hoor dit man tot man, hulle is nog steeds binne hulle 22 meter gebied. Skop het ver veld op. Kapel wat het kry. Kapel sien die gade en hulle deur word pas gevang. Skinsel het dat sê. Strafskop vir Lemoene. Aan Lemoene paal het die skop. Of gaan hulle die kant hulle opsoek? Nee, vir my is die koppe wat hang. Invincibles wat nie stiek. Op wat hulle geoefen het in Silveste. Elke bal wat hulle kry wil hulle los en vas hardloop. Die manne wat struktuurloos tans speel. Melvin Masin wat manne op sy buitekant gehad het wat hy net kon gepas het. Maar hy het verkies om in die verkeer in te hardloop sonder ondersteuners en dit het toegelaat dat hy geïsoleer word en turnover bal in die guns van Citrusdal. Bal wat dan nog hoe moet skei sê dat sê nie die bal is nie stryd nie. Ja, sibo en as ek kyk dat die hoeveelheid strafskoppe teen Invincibles dan sal Invincibles definitief wel eens 'n dissipline in plek moet kry. Want hulle word dan houdend gestraf en is niemand se skuld nie as jouself. As jy dissipline in terme van die spel en hoe jy reg gesien moet jy bereid wees om die pans te kan vat. Ja, nee, Silvester, dissipline gaat vital wees. Jy kan sien dat meneer Joubert no nonsense op die wedstryd. Heel kaart en strafskoppe wat uitgedeel word. Hy vat nie drama nie. Albei spanne moet hou. Etienne Moelman wat die bal kry. Ah, Melvin Masin. Gaan hy ons steen en kry die buitenkant. Hy kry ons steen dan. Goed gesitteer daar deur in Winsebels. As nou die bal wat moet vinnig uitkom. Daar Dirk wat die bal kry. Ongelukkig is dit advantage vir Invincibles. Hallo steeds beskikbaar kom na die mag in die mag kyk vir 'n gat. Ek kry nie die wat pas op van die 22 meter lyn van die wins van die Lemoene. Skeis gaan maar terug en sê dat ons kan speel aan die kant van Lemoene. Strafskop vir Invincibles op die 22 meter lyn van Lemoene. Wanneer tref afstand as hulle besluit om palen toe te gaan. Maar kom ons kyk wat sê die kaptein gaan hulle palle toe skop. Kaptein. Hy aan dat hulle definitief sal palle toe gaan Silveste. Nog baie tyd in hierdie wedstryd. Baie belangrik om punte aan te teken want jy wil nie in 'n geval wees dat jy 14 moet 14 punte agterloop en dan raak dit 'n sielkundige aspek dat jy ketchup rugby wil speel en dis daar waar die mistakes inkruip. Ja nee, Sipon is baie belangrik. Kom ons kyk, ek het verstaan ook dat die mag het laas week in Klein Willem een baie moeilijke skop uit die hoek uit oorgeskop. Kom ons kyk of we hier een kan klits. Om dan die telling te vernauw. Kijk naar die palen, hij komt voor en treft het met die rechtervoet. Wat zijn die vlagmannen in de achterkant? Hij is niet daar nie. Eerste poging, strafskop misgeskop door die nummer 10. Die eigen mogel. Telling wat dan steeds bij 7 punten voor Lemoene en 0 punten voor Invincibles. Oh.
لماذا 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 Advantage. I'm a ref. That is a pocket crap. I say as well. Thank you, Mr. Ref. Helka. Thank you, Mr. Ref. Helka. Honor, what is I number? Celeste, can you tell me? Super, as I come to see the immediate real bride, as I see. That let me see in front of the moon as a stepper. Invincible, what are you? Gebrek maak om die, van die wind en die bal dan verder uitskop. Hulle is nou binnen die 22 meter gebied van Lemoene. Albei spanne spelen met 14, so hulle is nou gelijk. Twee geel kaarte, Meldino die nummer 15 van die Invincibles. Skeidsrechter wat sê, daar is verkeerdelik gespring aan die kant van Lemoene. Strafskop van Invincibles. Dis die nummer 1 van Edwin Marman wat hulle speel om in die lucht, Sylvester. Sipo, ek sien dat Jason Miller die nummer 1 van Lemoene wat in die simpan is. Ja. Invincibles wat aanbesluit, nee, ons gaan die palen doen, ons gaan kandeling doen. So kom ons kyk of Garth, sy springen gaan bereik en of Invincibles dan gaan een mol laat voor en toe gaan of wat hulle met die bal gaat maak. Is belangrijk dat punten aangetekend moet word as jy in die ander persoene sy redzone is. Ja, pake wat nou directie verander, lyk vir my, hy gaan in die middel in gooi. Hy kom weer voor en toe, weer gespeel in die lucht. Maar Mr. Ref wat sê, as een goeie compete. Nou die bal wat stadig uitkom, Zypie, Julius, die bal kry. Daar Dirk. Goeie tackle daar deur Garth Dirks, hardloop in 'n metiene muur vas. Tans die defend van. Hulle wat daar voort momentum kry. Hy gee raad, pas vir. There you go. Hussel Kamper. Soek ondersteuning. Manne wat krap. Kapel wat daar. Wyd pas gee, Darryl Suster. As dit nodig. Uit in jou binnenkant. Turnover ball, sê die referee. Een boerwoodskop. Hulle is aan die kant, hulle is aan. Mr. Ref sê, nee, hulle kan maar aanspeel. Invincibles, wat ons steeds binnen die 22 meter gebied is van Lemoene. Wat gaan hulle doen met die bal? Ek sê, daar is die derde bal wat aangeslaan word door die stuk. Dimitri Jacobs. Oorhaastigheid, Tsipo. Geduld moet aan die orde van die dag wees. Lemoene wat ook die bal probeer uitskop het, maar ongelukkig was het nie fair nie. Bal wat nie uitgegaan het nie. Maar is het slim. Sylvester, net iets wat ek oplet. Jy het drie spelers in jou binnenkant, jy het jou forwards in jou binnenkant, speel die poitjes, jy gee jou skietpaas in die buitenkant. Onmiddellik word jy geïsoleerd. Geen go-forward momentum, was daar een goeie besluit van Melvin Messent? Definitief, en die lang passes, ek weet nie. Ek stem samen met jou, dan is het dat jy die forwards, wat baie sterk voor en toe beweeg, hoe kom die bal so ver weggooi, verstaan jy? Want as ons gekyk het dan, was daar definitief geleendheid vir Lemoene om die bal te kon onder skip op. So ek so sê, nee, wat nie die rechte besluit nie. Maar ek moet ook vir Lemoene een pluimpie gee, want hulle frustreer by Invincibles en dit werk in hulle guns en gedwonge foute wat inkriep in Invincibles kant af, want hoe meer hulle by Invincibles verstreep, hoe meer is hulle in die wedstrijd. Definitief, wat is op hierdie Lemoene wat die bal kan aangooi binnen hulle 22 meter gebied. Bal wat achteruit kom, gaan hulle dit skop, hulle speel het nog steeds, hand to hand. Is dit die rechte besluit om die bal hier te speel in die eie red zone? Lemoene is binnen die 22 meter lijn, is die vloer met dat kom, hulle hakken nog steeds met die bal. Hulle is aanbereid van die 10 meter lijn. Hulle speelt Lemoene wat voor hem te beweeg. Hulle speelt Lemoene zijn doorkoen. En is die nummer 8 wat nog steeds. Hulle is aan die 22 meter van die koning. Invincibles. Kan jy ook die bal bemeester? Hulle wacht. Hou wat dan weer uitkom. Rechts. Even die nummer 12.
خلاص بنيني اثنين كوتر من تقريبا ثاني بس بس مالا سيوك بس كتبار سكاي سيريك وقت سيريك وقت سيريك وقت Invincibles. How about that? The boy with the stiff Lamuna. Lamuna with the Angeles. Sky Zeta said, we have come through. Sky Zeta said, Invincibles as we keep the interview with me. So what is that? Here is the stuff that Lamuna, Lamuna with Bayer Moog is going to go. I can say, this is a bit of a talk with Bayer Moog as well. Die Gefahr, Mann, sieht das da in der Munde. Also, wenn sie uns nicht kommen, auch nicht. Mann, alle Wegstab, muss hier die Wegstreit zur Wegstab. Mann, was sie, komm aus Steck, Mann, komm aus dem Dreck, die drei. Komm auf hier, was alle kann. Das ist noch 2 Meter, Mann, ich. Hij heeft goede drie. Hij heeft goede drie. Die kunstschakel van Lamine. Nolan Damon, wat het bij goed is. In het buiten spelen van zo'n hard is. Dat hij ziek maakt. Zij spelen wat het is op die lijn. En hij gaat worden in drukker. Basering van de kant van Lamine. Kijk net. Bij een goede spel, de heer Lamine. Mensen van hun. Wat fouten. We gaan en van hier van uit die helft uit hardloop hulle was daar. Hy kan sien hulle het met 'n plan gekom en hulle plan wat currently werk sy weste. Absoluut, absoluut. En hulle het vol selfvertrouwe wat hulle sien. As jy dan uit jou eie doelgebied in hardloop en jy gaan skakel het om in 'n 3. Sibon, dit is fantastische rugby. Hier aan die kant van Lamine. Als je nummer 10 wat aan kijkt, Denzel daar is, of hij nog extra punten kan bijvoegen. Jan Peter is ook goed daar! Denzel daar is, komt voor het treffen met die Lamine. Ongelukkig is het Lamine voorbij. Maar is dan Lamine wat bij je goed wil doen? Die tellen wat er staan, 12 punten voor Lamine. En 0 punten voor Invincibles. Laatste bal moet zeggen dat die Invincibles wat zelfs definitief moet kijken. En dan is er wat dieren gaan vallen in die achterlijn. Met die gestructureerde type spel wat Lamine speelt. Die Lafar man, Patrick Kotze, wat lijkt me mij, hij speelt veel, want ik heb nog niks van hem afgezien. Askop. Askop, maar goed op de meester. Askop wat dan die eigen gegeven was, wat vijf goed. Van richting veranderen en ik kon die bal in kreeg. Bal wat dan daar met die 22 meter van de Lamine aangegooid wordt. Weer Lamine. Invincibles wat thans met 14 mannen speelt. Hussel Kamper wat een besering gekregen. Wie is zijn plaats vervangen? Nog aan die liggen gestopt in die scrimschakel van Lamine. Baie goed gemeester gevang door een speler van Lamine. Wat zijn die scheidsrechter aangeslaan door Invincibles. Het is dat Lamine zijn nummer 9, Nolan Damon. Wat ook toets. Hoe op een anders kop is. En die vruchten daarvan plek Sipo. Ja, ik weet niet of hulle gesien het nie, maar Invincibles wat heel tijd met 14 mannen speel. Hou hier staan, Hussel Kamper op. Een goeie hardloop rugby dier Citrus daar, soos is hulle ken, Silveste. Sterk ook dier hulle voorspelers, hulle is nie, hulle is kloomiesiepo. Hulle vat hulle man aan, hulle verbedige, vat hulle aan. So hulle is gekom, om te kom kyk of hulle nie vandag hier die wen kan vat nie. Het zal belangrijk wees dat Invincibles om punten aan te teken. Is dat meneer Heinie Prins? Heinie Prins is die nummer 4 van Invincibles. Waar hij op zijn knieën zit. Hij gaat een beetje meer in zijn behandeling krijgen.
Last year, Selamuna was playing with Phil Kinman, Dinamayan, Jason Miller. Jason Miller was last year's recent one. Wij een groot scare vandaag met die woorden. Dit in dat woord, als je dit ziet, als je dit bij voor die Invincibles game. Het is een baie goede rugby game gehad van de Saakse vrouwen tegen Holland. Wat kan je met die zeer aanvallen? Oh, het was een schitterende wedstrijd. De Saakse vrouwen wat wegstap met die lauwere. Het was een titanische strijd. Ons was ook bevoorrecht om commentators te wees voor Supersport. Ons wat daar voor Matsikama Club Rugby Live. Wat in woordig het, maar terug naar hierdie wedstrijd toe, Sylvester. Goed gebemester, nummer 15 naar die bal, terug die klap. Maar hier is Sylvester. Oh! Hulle moet die bal release. Die defense van Invincibles are currently shocking is, maar dan moeten ze mannen wat wil speel. Hallo, wat een dam aan de bal krijg! Ongelukkige aanslaan! Oh, hij was nog een geleentheid! Ik moet je zien, jullie type spel wat Lemonie speelt, dat is zo denk aan die top 12. Geleentheid wat er gaat het verleden jaar. Maar er zijn bijna vastberaden. Dit was wel van die kant van de Lemoene. Invincibles wat definitief wel een koppers aan moet liggen. In de gamespeel kon dat niet vleetje die de fans van Invincibles. Die mannen wat hier in mannen hard loopt. Die mannen wat niet tackle die Sylvester. En dat hij zal niet die wedstrijd winnen als je niet. Als je wat derig aan die voet is. En een mens kan het niet schrijven. Beste van de rechtspaak. Ik zie dat hier nummer 1, Jason Miller van Lemoene Roestert, is weer terug op het speelveld. Dus dan Kapel waar die bal gaat gooien, hij is 5 meter van hun eigen doelgebied af. Weer loopt hij daar, die Daryl Seister. Kort ondersteuning, Kapel waar die bal krijgt. Hier skop hij daar, hier die Michel wat verlichting brengt, die generaal. Hier is Koppie! En als die enige soep, goed gepikt, maar... Schiet je even wat aan het zijn, dat is ongelooflijk uit. Straks komt dan voor Lemoene hier op hun eigen 10 meter lijn. Hier is dan Lemoene wat dat weer verlichting kreeg, schot van de strafschot. Alles nog meer binnen die hand van die tal. Invincibles. Sylvester, als nou die kop van die zak. Kom nou wat, zou moet terechtkomen. Allemaal moet. En die mensen van vandaag met die bal kan de leven nemen. En de baas die de goede 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 goede. Yeah.
goeie hand nie begin nie. Oor die skare wat nie gelukkig is met die referee se beslissing sê. Silvestre, en as jy bal het uitgeskop op die meer as die meer. Ja, maar jy het bal nog. Nog wel het van Basie. Basie mal dire wat doen hy maar dan kyk hoe hy sê hoe ek kan bereik. Nog steeds is die bal met skip mag wees, want ze wel gaat in de steel kan je doen, ja. Ja, dat was het. Pakken van die bal op tel. Ja, weer voor het doel. Achter me weer gaan we weer voor het doel. Nog, 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 Wat gaat met die papieren? Wat zijn die scheidsrechters? Wat zijn die strafschoppen? 10 meter van die doelgebied af. Een baie goeie wapen met die speler gepakt door die zeeuwen. Kaptein van die Wetsemans. Hij is 3 meter van het doelgebied van Jeline. Baie goeie bal. Stekpaas die in Kapel. Jens komt erin. Nog een strafschop. Geduld wat moet geduld die skare wat op hulle voete is. Niemand is op hulle siens nie. Alles nie gelukkig moet wat gebeur nie, Silvestre. Ja, Sipo, ek wil nie daar in die leiding gaan nie. Verstaan jy? Ek moet sê dat die beslissings van die scheidsrechters laat die mens nie sê die scheidsrechter verloor die game nie. Ek dink Maar as die Engelmacher wat nou lyk het vir my, hy het nou eers wakker geskrik. As jy... Ek dink ons het al een keer gepraat is van die positionering van die scheidsrechter. Dis van absolute belang dat dit vandag correct is. Kom ons kyk wat doen die Winsemans met hierdie scrum. Kapel wat die bal in gooi en Winsemans wat sterk stoot. Hulle beweeg nog steeds voor en toe. Dank u wel in die arena. Nog steeds voor die FN Winsemans. Kijk jy dan wat terugkom met. Het zou nog belangrijk wees. Nog een strafskop. En dan is het een penalty zo geweest. Die scrums van... Die scrums van... Lemoene. Lemoene wat tans onder druk is. Maar ek hoopte is Dimitri. Isaac wat nou tans hier gekry het aan nie. Super. Super ja, dat is al belangrijk wees om... Die beslissing ten opzichte van herhaalde oortredings van alle die scrims om daar met die gebied hoe dit dan teer gaan hoofd door die scheidsrechter. Lijkt me eens Dimitri Jacobs wat daar behandeling krijg door die medici. Ik wens de mensen wat aan hen geleend heeft gaan krijgen om de bal in te gooien. Heel lang op jullie stadion is 12 voor Lemoene. 7 punten voor Invincibles. Het is gewoon 0 punten voor Invincibles. Karen wat aan begint zingen voor Invincibles. Kom eens op die daar in de sering van Dimitri is te ernstig nu. Dimitri, Dimitri is die... Isaac is die stuk. Daar is nou die thuiskare wat saamgesteld het. Tigalela, Tigalela. Citrus Dalse defense wat saam moet hou, Silvestre. Een goeie begin van hulle. Hulle saam moet hou, 4-2.10-0. En Winsemans wat nou weer, sal wel een goeie scrum het. Ek denk hierdie scrum sal vital wees. En as hulle nou hierdie scrum verloor, opgescrum door een van hulle, Hier is Grim wat sal vital wees, Silvestre. Definitief, Sipo. Sien ook nou dat die scheidsrechter sê, nee, kom een scrum hoor. So, miskien is dit nou geleend het vir een of ander span om een beetje meer momentum te kry of kracht bij te kry. Is dat een bal wat die Invincibles kan uitgegooi, wat die
حينما نيخر بيعمل مثل أخوان بالان Invincibles wat sterk weer voor in de beweeg. Kaptein Etin Mowai wil het goed doen. Scheidsrechter wat weer strafkop wat weer voordeel speel. Scheidsrechter wat weer voordeel speel met Invincibles. Daar straks Gaza sterk voor in de beweeg. Nog steeds beschikbaar voor Invincibles. Dimitri. Invincibles wat met zijn voorspeel is. Kijk, wil het aan weer beweeg. Skeetscherder was ten kop leidje blaas. Nog een strafskop. Als hij die derde in de ESL wist, dan moet hij definitief een penalty dragen. Ziet er eens dat zijn scrum dat onder druk is. Die bal moet net in die scrum blijven. En ik denk dat nou die kaptein wat zou moeten met die referee praten en vragen. Als al die tweede offense was de ref. Als dit nou die derde offense is, dan moet hij onder die palen die straf 3 loop geven. Dat is nou volgens reëel, want hulle skrif wat tans onder druk is. Ja, ik moet zo zien ook dat die vertolking van die reëel, specifiek daar die reëel, is van iets wat hulle baie nog hier is al bedoel. Maar kom eens kijk wat doe die scriflepper, of wat doe die scrum nou? Als die een winst op onze bal, kan hulle die nodige druk onder. Kan hulle die nodige druk toepas? Ek voordoen met dan een straf 3 beweegstellig door die bal toe. Maar Sipo, ek moet sê die balhantering van Etienne Mowai, die nummer 8 van die Invincibles in hierdie omstandighede is nogal baie goed. Ja, hy hanteer die bal baie goed. Sal belangrik wees in hierdie laaste minuut, in die eerste helft, om die bal binnen van die skrim te hou. Sodoende een straf 3 te melk. Kom ons kijk, begin die skrim. Ja, we missen met die bal en gooien. Invincible wat sterk stoot. Wat zijn die skinsrechter? Hulle beweeg nog steeds voor en toe. Wat zijn die skinsrechter? Mister, wat sê? Ja, 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 ja. Een 3. Een 3 wat nog al voor en toe. Invincible. Je ziet. Sipo, ik moet zeggen dat ik kan niet bestaan nu. Die skrimp van Invincibles beweeg voor en toe. Die ref, sy hand is die ekie. Hy laat die speler gaan. Kijk, dit is meisie man. Is dit nie van die stelle die straf 3 te genoes het nie? Die derde moet er nie. Skrimp wat ongelukkig heel druk is. Maar die ref nie sê, is een legal skrimp gewees. Maar gelukkig van Invincibles het hulle die 3 gedruk. Maar baie om al te praten die eerste helft is en leeste. Ziet er eens dan wat een goeie attack het. Voor al hulle achterlijn. Wat gevaar is. Maar hier die 2 extra punten sal baie belangrijk wees. Die hele Michel. Het sal beseken dat sy span een extra 2 punten kan kry. Hy kom voor en toe. Oh! Hy kom hy uit die vandag sy skopvoet aan he. 12 punte voor Citrusdal en 5 voor Invincibles. Sien jou tweede helft. Tweede helft wat nou sal afskop. Laaste 40 minuten. Wie gaan wegstap van die Lauwers? Nummer 10 wat een diep skop gee. Van die Heigo Michel. Hy bring belichting. Amper in die helft. Goeie skop hier aan. Door die Heigo Michel. Sit boete toe, sit ne. Baie goeie skare vandag hier dien worde. Groot skare. Dis dat de Lemoene wat die bal kan aangooi. Hulle springers wat ek baie mooi gegooi. Kom in die achterling. Hoogspelers wat skerp dat is kipasie. Al wat aangeslaan word hier in Invincibles. Sy nummer 13. Lemoene wat dan vastgepind word op die middelveld. Skrimvoordeel vir Lemoene. Net een paar plaasvervangers vandag. Of van die tweede helft, Sylvester Skoonwil Maasdorp, wat vir Herschel Kamper vervang. En ek dink is Melvin Massent, wat vir Melvin Massent. Is Lewelen Fontein, wat vir Melvin Massent vervang. Ja, dat op hierdie stadium is hier 12 punten vir Lemoene en 5 vir Invincibles. Sy nummer 9, Nolan Damen wat die ballen gooi. Nummer 8 wat het optel.
Wat niet doopgehoe was nie. En een middelheid is die mensen wel gepanisch. Oh, is een leeste, die mannen kan hardloop. Baie goeie is wel. En ek sien is die reserve uit en dame onder my 21. Wat opgekom het en daar die mooiskopje gegeet. Baie om my opgevolg die een van die medespelers. Nou een hoop in die doelgebied. En mooi gevang word door een van die spelers. En hulle gaan oor vir die drie. Is die nummer 10 wat hy gereed maak, Denzel daar is. Kijk of hy nog 2 punten kan bijvoeg. Kom voor en toe treffen met die rechtervoet. Ongelukkig is hy links voorbij. Maar is die telling wat hy aanskuif of Lemoene 17 punten. En die winst hem als 5. Ja, Sylvester. Hierdie is crucial skoppe. Wat Lemoene ook miskop. Ek hoop nie, dat kom teer van hulle in die laatste paar minuut en die want so ver had hy alle skoppe misgeskop, die nummer 10 sal baie belangrijk wees. Baie hoog skop door die eikel, kan die winsemers het meeste. Maar wat achter toe geklap wil door Lemoene. Hulle beweeg nog steeds wat skop het uit die 22 meter gebied. Sien een goeie gaat, waar die bal kan op. Baie goed geplaas en baie goed geskop door Lemoene. Hy kom my, jy sien Winsemans manne wat in tweede rad nog is. Manne wat die wil step up nie, manne wat stapt Sylvester. Lyk vir my, hulle is die lis vir die wedstrijd, hulle sal onmiddellik moet wakker skrik. Mooi gemaakt meester die Pake gooi dit vir die kaptein, die kaptein gooi dit vir die Engel. Die Engel gooi dit veld voorbij 2 manne. Die mensen was weer aan het voorin te beweeg. Nog steeds Emilie Vleel. Beweeg dat ze volgens die scheidsrechter zei is aangeslagen speelvoordeel voor Lemoene, wat nog steeds die bal het. Scheidsrechter zei nee, kom eens gaan terug voor die aanslaan. En is een scrum voordeel voor Lemoene op hulle eie 10 meter lijn. Sipo, wat een goeie 3 gedrukt door Lemoene. Kort, toen die tweede jaar te begin het, het hulle seker gemaakt een spoed punten bij. Kort handje gespeeld door Citrusdal. Hulle sien daar toe dip. Communicatie wat bietje leep daar Sylvester. Manne van die Winsemans wat in die slaap is. Lemoene wat vir hulle uitvang. Goeie spel door hulle, so ver. Baie mooi bal wat afgemeer is door die Winsemans. Kom ons kijk wat scheidsrechter sê, kom ons stop die spel. Wat gaan die scheidsrechter sê, wat het hier gebeur? Was het een rechte tikkel of was het een gevaarlijke tikkel? Scheidsrechter sê, yes. Strafskop. Telling wat staat op 17 punten voor Lemoene en 5 punten voor die Winsemans. Lemoene wat al reeds 3-3 ingevallen met. Kom die balletje, gaan hulle dit uitkrijg. Ja, hulle krijg dit mooi uit. Hulle is binnen die halfgebied van die Winsemans. Ja, Sylvester, die leeftaal van die Winsemans wat thans nie so goed lyk nie. As nou die senior spelers, wat moet step up Sylvester, daar durts hulle. Wat moet met minimale foute begaan, want so ver maak hulle net foute en hulle speel in die guns van Citrusdal. Mooi gerang door Lemoene se springers. Hulle die bal met hulle voorwaarts weer. Ja, hulle stoot nog steeds met die Winsemans in die maal voor en toe. Hulle beweeg nog steeds. Gaan hulle dit achter te brug om gaan hulle dit met die voorwaarts speel. Bal wat achteruit kom. Hy heeft een schaie bal van weer in van hulle binnencenters.
خلاني كيري زال نستخ على الذي يدرك زي غفاهم لما ينن 20 انا بعد كاونتر بسي انا غلطة هتكرب دا خويا كاونتر اك دير انفنسيبلز بس انا ما فهمت دي دينا جيكوب را دينا بخرون لي خمس كيكوب دات احنا استغرب سيارة غزت لقل سبير راسي كبير بل دينا ودن وق دي كورت خليرا وق بخن سبيلة دعا بسيارة انجل بسيارة بس انا مخ ودن خلقت سوك اري بالايت سكوب ولن فاتين ماري بالايت كري دلن دي كابتين ون ول ماس دور سيتل تكل وانتاي سي مستر ريف باي خطك در دا درك هدايونا ستيننج Goed gaat. Het doen daar weer Otto. Van de tekst op die boete buitspiel waar die bal krijgt. Daryl Seister. Gaat zo 2-3 mannen om plat te krijgen. Etienne Wollman. Hij gaat steeds voor hem toe. Llewellyn McBain. Hij zoekt ondersteuning. Van de kant op paas. Onderskip. Onderskip. Van de kant op saam gesit maar Sylvester of een van die spelers van Invincibles die van die referee sê was het een speler down was een speler 10 man hulle was sluit om vinnig te tik en hulle was dan speler 10 man op die veld ons kon gesien het Maldino Jacob as op die grond weet die sy behandeling onderskip daar Dirk wat op die 15 positie is ongelukkig was hy nie gekry maar goeie 3 van Citrusdal. Ja, dat is ook net gezegd. Je speelt er aan die rep was. Dat het gelijk dat hij overtreding was aan de boekant. Maar als die rep niet blaast in de vlekje niet, moet je nog altijd die spel voor en toe houden. Maar gelukkig, en die gelukkig, goeie. Morgen weer, kom eens kijken wat ze hier hebben gezegd. Daar! Ja, is waar! Nog 2 punten bij Van Lemoene. En is redelijk Lemoene wat vandaag hier hardloop rugby speelt. En die schroom om punten aan te tikken. Hij had al reeds 4-3. Tellen op jullie stadion 24 voor Lemoene en 5 punten voor Invincibles. I'm going to go to the hospital. Wat is het zijn die, wat kan zijn die met die maat? Scheidsrechter zei, kom eens, kom terug. Lemoene wat die 10 meter weg was die. Ja, ze zou kunnen gezien dat Maldino wat net niet goed lijkt voor mij niet. Hij leek net te goed, hij zou moeten afkomen, want alle speel, dans met één speler.
منر تكون غسينة دعاد اي اونا سكيب سلويستا يا ديفنتيب اي ديك سيزا كن دينو تشيبو دينو ما فلتين ميل دينو دي جيكب وات كوت خليرا ميتا وات دو سوفلس اس دي لان خليرا اي انكل بسيارا ميت Vaccine is nummer 22. Valentino Seister, wat gereed mag. Misschien gaat hij nou iemand van die Invincibles spelers vervangen. Maar dat is dan Invincibles wat, wat besluit dat ons gaat een scrum vat. Jelang op jullie stadion 24 punten voor Lamuna, 5 punten voor Invincibles. Hier heeft er van jullie spel. En is dan een besiering aan de kant van Lamuna wat afgedragen wordt. Ons leven is om spoedig hersteld toe. Invincibles met die bal uit, gaat hulle stoot. Skeetje het te zeggen, kom eens scrum hoor. Kort wat is die stoot dan. Is hij er wat aan de kaas gegeven die bench? Nee, hij is nog al uit. Hij kan nog aangaan, Sylvester. Als dan de wereld tot een wat voor Invincibles in België aan het gooien kan, kan Invincibles weer hier in de scrum stoot. Alle beweegt nog steeds statisch voor een doel. Dat is Emila, die vlieger waar het kreeg. Achterlijk. Geen zegt nog wat ze is. Strafstop weer, onkant speel. Skeidsrechter wat ze is, dit is strafschop. Het gelijk zoals deliberate. Maar die skeidsrechter moet zeggen, nee, dat is niet deliberate nie. Invincibles wat weer gaan, is scrum van Tsipo. Tsipo, denk je dat is die rechte optie op jullie stadion, maar weer die scrum te vat. Dat is die tweede strafschop. Wat hulle krijg zo 7 meter vanaf het doelgebied van Lamuna. Ja, nee, Sylvester, het lijkt van mij. Alles al wel moet scrum, want Lamuna is een scrum dat dan zo naar druk is. Is dat niet een mooie wat eruit gaat? Kan ik weer gaan? Vandaag een tekst weer. Vandaag een tekst komt weer in mensen, mensen. Geen zwerter wat ze bal is aangeslaan. Skeetsrechter wat ze is aangeslaan door Invincibles. Over eager Sylvester, over eager. Cool heads needs to come into play. So, as you can see, the delicious players pumping. Lamuna. The Lamuna players pumping their fists to each other. They are in the game. They look like a team. En is altijd voordelig. Is altijd voordelig. En ik wonder of daar niet een kopschoot was in Sipo. Of hoe dat voor jou gelijk. Lijkt naar arm, maar Mr. Rebat heeft waantijds gegeven. En ik zie nu is die nummer 22. En is Basi Meldino Jacob dat die veld gaat verlaten. En hij wordt vervangen met Valentino Seister, die nummer 22. Ik moet zeggen, Sibo, dat is die span van Lamuna wat bij je koelkop blijft, min fouten maakt op jullie stadion. En als gevolg daarvan ook die voordeel daarvan trekt. Kom eens kijken, wat doen we met de Lamuna waar die bal gaat aan twee is op die 5 meter lijn van het doelgebied. Rijd de bal uit, kwijt er van de loskakel. Die loskakel wat zei, kom ik maak schoon. Rijd het goed gedaan. Bal wat, is die bal uit? Weer die bal wat nog uit is die. Invincibles, Colin Engelbrecht, wat voor een dag op scheidsrechter steekt. Wat voor die speelt in Invincibles. Achterin bewegen die nummer 13 met het krijg. Met 22. Bal nog steeds beschikbaar voor Invincibles. Go
والله نحن بريخ بدر سياس فرنت بريخ سكاي سياتا واتسى كومس غان ترخ كومس غان ترخ فريس راس كوب في انفنسبلز ايك ولو سوبر وات غان انفنسبلز واق بديري هنا غان على الايتس كوب اوف غان على بالا تو ايك ومعي رزاو الايتس كوب سلفيستا سيترس دالسو ديفينزا داو Sal belangrijk wees voor hulle om te hou Silvestre. Ja, nee, definitief. Die tyd wat teen Invincibles is. Het is belangrijk dat Invincibles so gauw as moeilik met punte aanteken. 19 punte achter. Hulle sal met 3 druk. So gauw as moeilik. Hakke wat het mooi ben, meester. Invincibles wat voor hen te beweeg. Kan hulle weer gaan dat hulle doel gebied. Alles nog steeds aan de beweeg. Nog steeds is hulle voorkant te beweeg. Hulle kan niet hier die drie was tot hulle beweeg steeds voor de... Wat zijn die scheidsrechter? Is het daar? Scheidsrechter speelt advantage van Invincibles. Gaat er naar voren te beweeg. Maar nog steeds beschikbaar van Invincibles. Nummer 12 kan. Hij wordt vastgevallen. Nog steeds. Nummer 14 van Invincibles, Colin met het bestuurspeel. Ballen steeds beschikbaar in Invincibles, gaan in het achter de spelers. Dylan kapitein, ook vastgepind door die spelers van Lamina. Ballen steeds beschikbaar. Skysetter zegt, kom een stop. Hand voor de straf, pakken van het vinnig tuk. Skysetter zegt, nee. Pakken tuk en weer vinnig, gooi het. Drie nummer 10 is er hoor. Wat zijn die skysetter? Skysetter is hier Citrusdal. Baie goeie defense hier Citrusdal. Ek moet sê, sy bode soek om hierdie tijdstip wat Invincibles al moet begin toelkop raak en sieke, maar wat is die opties wat ons moet even doen? Want vinnige tik, sien hulle dit werkie wel in die. Kaptein wat sal moet sê, manne, manne, luister vir my. Is dat weer in Invincibles scrum? Kom eens kijken wat hulle met hierdie ene gaan doen. Gaan hulle hulle scrum weer gebruik om te kijken voor een oorstoot 3. Is Lewele in voor tijd waar die bal gaat ingooi. Lemoene is een waardering wat roods was is. Hulle maak zeker dat niemand voorbij hulle komt nie. Invincibles wat ingooi, kan hulle beweeg. Hulle beweeg voor in die jaar, hulle gaan nog steeds voor in die. Skysretter sê nie, kom die skrimmig te swaai. Weer een ingooi van Invincibles. Ja, Silvestre, ek denk nie die Siltersdal manne sal omgee om aan mekaar oor te skrim met die tyd. Die tyd wat klik, tyd wat oorgaan. So, Titanische wedstrijd, die mannen van Citrusdal het gekom om te kom speel, Silvestre. Definitief, jy kan sien dat hulle speel, anders is die voormalige top 12 kampioene. Weer Invincibles, bal wat achteruit kom, dat die eigen machel toe, wie gooi dit? Hoor het die muur wordt vastgevangen door die verdediging van die Lemoene. Bal wat achteruit kom, dat die eigen machel, dat die verdediging, 13 en 13. Skeidsrechter wat sê, daar is aangeslaan in die kant van Lemoene. Siepe, Invincibles wat nie soos in die begin die scrum domineer het nie, lyk my hulle sikkel een beetje daar om die manne van Lemoene weg te stoot. Die verdediging van Lemoene wat uitstekend is in die tweede helfte. Manne van Invincibles wat net nie kan oorgaan nie, Silvestre. Oh, dit is goeie rugby. Hulle is nou op die 5 meter lijn van Lemoene. Ek denk dat is die tweede of derde scrum wat hulle nou daar het. Invincibles wat net nie hulle scrums kan gebruik om Lemoene weg te stoot nie. Telling op hierdie stadium, 24 van Lemoene, 5 van Invincibles. Invincibles wat nog steeds voor hem te beweeg met die scrum. Skysheid is speelvoordeel vir Invincibles, 18 minuut op tel, gooi dit vir die macht.
Nochmal der Wirbelskamp aus der Auswahl die Nummer 13. Invincibles noch hier vor der Invincibles. Skelter hat aber Harper zu kriegen die Blas. Simples, noch alles. Ein Strafskopf. Ein Termin von Strafdrini. Fünfter Strafskopf. En is die tweede keer zijn afspeling van hulle moeders. Het zal moet hou. Ek hoop nie hulle krijg een geel kaart nie, want hierdie zal een bepalende factor wees. Voor en toe. Hou voor het momentum wat die Invincibles krijg. Maar Sylvester, jy kan nie aan mekaar wil een voordeel gee, maar jy gee nie een straf drie nie. Want het is nou al telke male wat die Invincibles sy scrims domineer. Maar jy gee nie straf drie nie. Kom ons kyk wat doen die Invincibles nou weer met een. Ek dink is die derde skrim. Is die derde skrim. Lewere wat het ingooi. Invincibles wat het op. Of jy gaan op voorkant toe. Rik uit. Gooi vir die mug. Die mug kyk vir die gaat. Kan die deur gaan weg. Vastgevat. Vastgepend daar. Nog steeds miskikbaar vir Invincibles. Kan hulle hier nie meer meester. Nog steeds op en weer Invincibles. Weer jy nie meer. En is dan Invincibles wat de stress moet bespreken. En is hier nummer 22. Skeltrepper wat zij is aangeslaan. Aangeslaan door die miljoenen. Simpel. Jullie fans van Skeltrepper is daar van Housen Wester. Invincibles wat spelen. Hoe die fans. Invincibles wat spelen als ze wel niet weet. Als ze wel niet een plan heeft niet. Maar is die verdediging van Lemoene. Wat een goede verdediging aan die kant van Lemoene. Is dan een gemeente van Lemoene om die ballen te gooien. Lemoene is een voorspelers wat definitief ook baie competerend is in hierdie verband. Zeker maak dat, jylle stoot nie voor ons weg nie. Meer is weer Invincibles wat die bal kan aangooien. Al wat ek gegooien word door die nummer 14. 14, Kolle wat weg en hy druk op. Kolle weer die hele bal. Wat zeker maak dat ek kreeg met Kolle. En is dan Invincibles. Ze total wat schijnt dat 12 punten doen. 12 punten voor Invincibles. En 24 punten voor Lemoene. Dit is nou van die thuiskare wat al begin loop het. Hulle het al begin loop, Silveste. Hulle sê ongelukkig. As het te laat. Eer ek sien ek dan nou. Wat nou gebeur is dat Paken wat aan die bal gaat. Probeer kijk of hy kan 2 punten bijvoeg. Ek woon Paken. Waarom laat het doen? 3 voor en doen. Skoppen met die rechter voor. Wat sê die vlag? Hy is ongelukkig op links voorbij. Kijk er even zeggen, kom eens gaan middenlijn doen. Ze moeten we dan bij je stadig daar bewegen naar die middenlijn. Goeie tactiek die hier, Lemoene. Anna wat starig loop. Sien as een speler ook van de Lemoene wat in die doelgebied behandel wordt, Sipo. Gaan een trotse Lemoene wees wat wel weg wil loop met 5 punten, Sipo. Maar ik moet zelf wat dien met. Hij heeft diep ingeskopt, heer ingeskopt dus. Die kaptein wat het krijg. Kaptein besluit, kijk geen harte met die bal. Ek en Neema wat die bal optel, verder vir die nummer 13, nummer 13 verder vir die nummer 12. Graag is die Invincibles, was het een goeie ding om die bal te schop. Nummer 10 wat vastgevang wordt, hier Invincibles. Lemoene wat nog steeds in beheer is, verder 40. Schoppen 2, diep op.
بس كولن يغلب رغد الانباخ كولن يغلب لك لك بس لك انا عقل من البال ولد في النيو النيو يجي في يلا يستيز بغم من يغلب هذا الموضوع سكوبوك دير انك سكوبوك انك تري دير هذا كثير عفو سكوبوك دير لمنا ينبا تيني مخبر الانباخ ولد في النيو بطراب نبا تراب وكي داني وكي خلق سبيت ولد في اتلم مولمان ولد في بولتو إلى من يمكن على سيد بسكت بار على بعد بسكت بار دينا بتمين بده لما نوبت بس لا يدخل على دون لما نوبت سيد بس خلاص بارك لما دي بالا نزل بتمين تيم مثل لا إنسان السياف لما نوبت سيد زبا أنا بيتا كان لازم لايزات فاول بلاي هي بني غندير نام 22 اور لمبونا مانا واترق كون ماسي لاينز بان اوتلي اما كان ويس هاد ايت سبير هاد ايت سبير داري اسيستنت كان فاري اسيستنت كان جاي من بدن وك سكيتش كان تو بعد ما بيخ انا دي ورك كان داري اسيستنت كان جاي تو كان فاري سبيرز فان لمونا وات افكم وات خيال بور دي ميديسي سكيتش كان تو يالو دي بير وات خان ليست تو ماري اسيستنت سكيتش كان تو سي Like for my linesman, what? For your royal bear, the captain. Mark a vatal, a red mark. What is Rasko? Sketch left over an alles spielers, terug de dader, die kwint voor de meter leid toe van Lemoene. Nog meer beslissing beginnen. Sibo, wat denk je, wat kan het wees? Het was een laat tackle. Ik heb hem ook given afgezien, Sylvester. Een laat tackle op Emil Zwart. Maar die wedstrijd is aangegaan. Zo 3-4 minuten. Maar dat is interessant. Dat de linesman sommige dingen uitwijst. Maar sommige dingen wijzen ze niet uit. Nee. Dat is die nummer 3. De meter met de behandeling krijgt hier een veerpunt. Wanneer we snel gaan aangaan. Heel kaap. Is dat een strafskop voor die Bunsenbus? Op de eigen van de bal gaat uitskop. 14 man is ook een geel kaap voor een van die spelers van Lemoene. Maar op jullie stadium is er nog steeds. Bal nog steeds beschikbaar voor Invincibles. Kom achteruit. Stouwels. Paulus is al om te doen waar de bal op draait. Dat is nou of nooit. Edwin Marman waar de bal krijgt. Maar Lemoene is al defense. Wat net uitstekend is vandaag. Ja, Dirk aan de andere kant wat zeer gekregen. Heel veel mazzel! Hey, go, Mazel! Strafskop werd lekker weer uit. Was het een laat tackle of was het een... Wat noem ons dat type? Was het een akkerpoortje? Strafskop voor Invincibles. 5 meter van het doelgebied van Lemoene. Is het eigenlijk nog een wat deur gegaan, het deur gaat. Een van die spelers van Lemoene. Wat obstructie gepleegd.
in Suid-Afrika en verwyte dat die drie gedruk kan word. Maar as is strafskop dan vir Invincibles. Sal baie interessant wees om te kyk op Invincibles. Hier die scrum gaan pak. Het zal bij interessant is om te zien of een mensen met een scrum gaat vaktiepen en of we gaan uitskopen. Ja, Sylvester, die tijd wat tegen Invincibles is om een bij 10 minuten oor. Hulle sal moet 2-3 jaar aanteken en een strafskop. Al 2-3 sal hulle moet oorskop. Te veel gevra vandag. Maar hulle sê mos 'n aanhouer wen. Is dit Lemoene se manne wat kan hou, Sylvester? Kom ons kyk wat doen Invincibles met hierdie ene. Kan hulle voorspelers? Die spanne van Lemoene weer druk. Wel wat ingegooi word. Ja, Lemoene staat hier voor en toe. Skuld sê dit wat opblaas en sê kom ons skrim oor. Dat is eigenlijk nummer 17 van Lemoene wat ook gereed maakt om op te gaan. Ik denk volgens die lezers zei Hendrik Tamboer. Hendrik Tamboer wat ook. En dat is mensen van wat ver voor het is goed. Hallo meneer, dat is goed. Kan jullie? Ah, is het niet lekker op dat? Ja, Sylvester, lijkt wel mij. Meneer Joubert, wat vergeet het? Dat als je onder druk is in die scrum, voor alle telke malen dat je moet de straf dieren. Maar als die mensen ons niet opgewassen is vandaag niet, dan kan hulle ons nou zien dat die straf 3 niet zal komen. Nie. Krijg die bal en krijg je. Krijg je advantage en krijg die bal uit en loop 3-3. Want hulle gaan nie vandag een straf 3 krijg nie. Dat laat my weer so denken aan die Lemoene game, nie die Majestics game. Het Citrusdal waar die selde plaasgevind het. En ek moet sê, dit was die selde ref. Met die laatste, toe Invincibles op die druk gedruk het, toe was het die selde ref wat nie geblaas het of een straf 3 toegegeet het. Vandag is ons hier die skeidsrechter van die wedstrijd, is Elre Joubert. Drie sales oortredings aan reeds aan die kant van Lemoene op hulle 5 meter lijn. Skeidsrechter wat sê, kom ons skrim, is Invincibles wat die bal gaat aangooi. Kom ons kyk of Invincibles weer die Lemoene kan voor hem stoot. Skeidsrechter wat baie gauw op sy vleugje blaas. Sodra die momente beginne, dan word daar gesê, kom ons reset. Ja, Sylvester. Lemoene sal nie omgee dat die scrum heeltyd gerestart word nie. Die tyd wat voorbij is, lyk het vir my. Laaste 7 minute in hierdie wedstrijd. Dis aan Invincibles, hulle wil met die bal gooi. Invincibles, wat kyk op hulle weer, hulle is begin weer stoot. Wat sê die skeidsrechter van die nere? Hy steek sy hand uit. Alweer is het weer. Skeidsrechter, wat sê, is die derde jene. Wat gaan die skeidsrechter nou doen? Skeidsrechter wat 'n geel kaart gegee. Sylvester, hy gee 'n geel kaart, met 'n geel kaart gaan 'n penalty try. Jy moet die straf 3 gee. Jy kan nie net 'n geel kaart gee nie, jy moet die straf 3 gee. Hy penalise die nommer 17, hy gaan af. Jy moet hom penalise met 'n 5 punte, 'n 7 punte. Dit is 'n straf 3. En ongelukkig het hy nie die straf 3 gegee nie. Kom ons kyk as weer een skrim, kom ons kyk of die Invincibles weer gaan ontdonder en of hy dan gaan een straf 3 gee, Stipo. In termen van die reële is het duidelijk dat as hy meer as 3 keer die selde fout gaan, 5 minuten van die bedoelgebied. Soos ons kan sien, die nummer 17 wat af gaan, Sylvester, wat gepenalise was. Hulle moet een stuk opbring. Hulle sal moet een stuk opbring. Elroy Joubert, wat sê, nummer 17, illegal scrum, kom af asseblief. Sien jy nummer 16, Simon Baron.
Dat is nummer 17, Hendrik Tambour. Wat nou dit opgegaan het, wat nou afgestuur is Simon. Hij Simon Sipo. Maar dat is nou Invincible zijn vierde scrum. Is het vierde op die 5 meter lijn? Op hoeveel scrum is dat Sipo? Als die vierde in een vierde straf, net een geel kaart. Dit schrijft wat aan het zijn. Citrus Dahl nog steeds. Wat hou ze alweer, maar die man heeft gekomen met een plan. Die mannen van Lemoene, laatst week was hulle gekras door die kudu van Eagles, maar vandaag het hulle uitstekende gameplan en dit het gewerk vir hulle. Moet hulle die pleimpie gee, maar terug by die stel, onmiddellik weer onder druk. En dan gaat die Invincible zeer by die bar. Wat zijn die scheidsrechter? Wat zijn die scheidsrechter? Wat zijn die scheidsrechter? Scheidsrechter! Scheidsrechter, wat zijn onze geelkap? Uiteindelijk, yes! Kijk wat er wat komt en zei dat ze straf nu. Ja, Sylvester, zoals ik al zei, ik kan niet zoveel druk plaatsen op een scrum en ik geef je straf 3 nu. Dat is nou al die 5-6 straf bij die lijn. En is super enig dat hij speelt is, want het. Maar, zoals ik zei, Sylvester, druk nu is een funny game. Laatste 4 minuten in die wedstrijd. Dat is ongelukkig, denk ik. Is het te laat? Ah, er is dan die assistentscheidsrechter wat met de scheidsrechter gaat praten. Wat is er hier? Simba die interessant is, want die is zo terug in die wedstrijd. Simba zo Invincibles. Zo Invincibles. 3 in Woskop. En dat is 24-24. Dan krijg Invincibles 2. En Lemoene krijgt 3. Ja, 2-2. 2-2, ja. Sylvester. En dit is een goede. Dit is een goede score voor die mannen. Van Eagles, want hulle sal willen dromen. Hulle sal nie willen. Hulle moeder moet eindelijk winnen. Ja. En ek kan sien, is baie Eagles mannen van Lorenzo, wat die is. Want hulle sal willen. En Invincibles moet weer druk, zodat hulle kan dromen. Dan moet je weer die wedstrijd afblazen. Correct, Sibo, correct. En Jastik sal ook dit willen. Want dan is hulle kansen baie makkelijker voor top 12. Scheidsrechter, ik wonder of die tijd aangaat, of die tijd doodgemaakt is. Scheidsrechter, wat communiceert met zijn assistent, scheidsrechter. Nummer 10 van Lemoene, waar de bal gaat aan het schop. Wat moet bij je veer, veel dag. Is kapitein de Dullen waar de bal krijgt. We zijn geraakt op. Stap in man, onderste boer. Invincible, wat zal ik zeker maken dat er een koel komt bij. Haar met de bal voor hem door Akwoord. Skeeter is er wat een strafkop geven. Invincibles. Zeer dat als on kan spelen in de kant van Lemoene. Die mensen maar naar de kant op gaan opzoeken. Die eigen maken van het teerskop. Nog een gelegenheid voor mensen met de bal op de gooi. Speeltijd bijna verstreken. Schade wat zo. Waar het tijd in die wedstrijd, de laatste 7 minuten. Waar het dan nog gebeurt. Mooi gerangdeer pakken. Mooi opgegaan in Invincibles. Wat voor hem gespeeld? Schijfletter, wat voor hem gespeeld? Invincibles. Invincibles op die 10 meter lijn van Lemoene. Strafskop. Kom eens kijken wat doen Invincibles met die. En dan gaan we weer voor die schop. Die heeft een makkelijk wat de bal gaan krijgen. Ja.
انفنسبلز لا تسويها تراغيت هاي اخويا سكوب هاي اخويا اخويا هاي سكوب هاي اخويا سكوب كثير مالك تيلتاتي فضل مدى اسمعوا اسكارا ما تبالا فوتوس ولكن نحن 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 Want die mense wat reg rondom ons is, Silvester, die gemiddelde wat hoog is, die mense wat sê, man, wacht, kom het achter. Ja, ek neem hulle nie kwalig nie, want sport bring gemoedere hoog. Die manne wat sal met uitdaal, die moene, moene waar die bal uitdraai, sal belangrijk wees van die moene. Om te kijken of hulle nie kan drie punte meld nie en hulle gaan oor hy wil aan die bal het steeds op die aanval kom met twee hulle nou een strafskop kry Silvester dan denk ek gaan hulle paal het een skop aangee daar wat net Trumpa Invincibles. De referee wil haar zijn tijd opbouw. Ik denk die tijd is verstreken.
Kom eens kijken wat gebeurt. Iemand van hem wil naar de bal en dat speelt van de leer. Iemand van hem wat achter. En dan nog eens aan. Dat speelt iemand van hem. Allemaal dat speelt van de leer van iemand van hem. Spreekt van iemand van hem. Spreekt Maar wat gevoel van die akkerlijk van die mensen van de lager nog steeds als Danny. Hier komt Danny. Kan het weer goed? Danny met de schoenen. Kan die mensen van die mij nooit steken? Rugby. En dan zegt hij maar akkerlijk hoe dat doet. Kan ze nog zo'n schrap? Ja, dan zie je nog van die wedstrijd. Dat is nog niet meer wat meer wordt. We hebben een bal. Het ziet er stel dat amper verloren. Kop gehouden had hier alle. Bij een wedstrijd wat in de eerste helft in de slaap geraakt. Ik denk die eerste helft tegen alle. Doe blind voor, want ik kan niet ketsen waar het niet speelt in de spanking. Ziet er stel niet. Ja, hier hard geweest hier in wedstrijd, maar ongelukkig. Als het die lemoene mannen had kop gehouden. Vier spelers van die zenden. Wat man, ongelukkig. Als het niet is voorbij bij die top 12, rugby is een snaakse game. We moeten wat wegstappen die lauweren.